Yo kijkers van Bomber Games en leuk kijk naar een nieuwe video. Vandaag zijn we nog steeds in de Tekkit server. Of niet in de server. Ik kreeg trouwens laatst wel een reactie over of we een Tekkit server of zo'n andere server willen starten. Op zich, waarom... Oh, er zit heel veel in. Pulverized Iron krijg je dus blijkbaar als bijproduct. Ja, dan gaan we er maar tin van maken. Of we dat zouden willen doen. Als er meer vraag naar is, dan zou ik zeker zeggen waarom niet. Maar of daar op het moment, of jullie dat ook zelf ook willen, de rest van de kijkers, moet je maar even in de reacties achterlaten. En dan gaan wij daar misschien wel werk van maken. Maar dat is allemaal nog even afwachten. Vorige episode heb ik hier allemaal kool laten maken. Maar dat heb ik... Ja, ik kan er nog wel heen, want ik heb het een beetje afgesloten. Dat had ik nog niet in de quarry gestopt. Daar rechts loopt een creeper, maar... Die ontwijken we wel als we alleen hierheen gaan. Even kijken hoeveel we hebben hoor. We moeten een beetje vier gelijke hoeveelheden hebben. Nou, vrij gelijk. En dan gaat de quarry ook weer werken. En hieronder hebben we er natuurlijk ook nog één. Ja, de quarry. Kijk, en nu gaat dat ding erboven ook weer weg. En de quarry gaat weer zijn gang. Oké. Okay. Dus, waar zijn wij de vorige keer geëindigd? Nou, de vorige keer waren wij bezig met het maken van de jetpack. En het maken van de jetpack is bijna klaar. Het enige wat we nog nodig hebben is... Nou, die leather tunic die gaat hier. Oh nee, dit is trouwens... Ik ben nu in de war. Dat is voor dit. We hebben alles, al deze dingen, behalve deze. En dat is dus het laatste wat we nog moeten regelen. Deze gaat hier in het midden, die heb ik al. Dus het enige die ik nog moet maken zijn de steam dynamo's. En daar heb ik best wel veel koper voor nodig. Hier heb ik al vier van deze. Dus ik moet nog zes koper krijgen. En zilver met... Zilver heb ik toch bij me? Ja. Oh, ik doe het verkeerd om. Twee hebben we daarvan nodig. Oké. Dus dan kunnen we deze bijna maken als we nog zes koper zouden hebben. En zes koper kan ik vast wel ergens vandaan toveren. Copper ore. Een stack tin erbij. Copper ore. En dan gaan we dat even laten pulverizen. Dus even kijken hoe ver ze 4 hier is. Die route. Hier komt dus het water binnen in de steam dynamo's. Hier zorgt charcoal ervoor dat het stoom wordt. En dat wordt weer omgezet in energie. En dit komt vanuit de bomenfarm. En die, daar komt hout dus vandaan. Dat wordt in furnaces gestopt en dat wordt er dan weer uitgepompt. Dat komt dan weer hierin en dan wordt er dus kool geproduceerd. Dat is hoe het werkt. Pulverized gold. Oké, chill. Ik wist niet. Dus blijkbaar het bijproduct van koper is dus gold. En gold is eigenlijk goud. Dus goud is altijd wel handig, want dat heb je best wel veel bij veel dingen nodig. En het gaat echt... 6 had ik er nodig, ja. Supersnel. Kan ik hier ook in werken als hij erin werkt? Volgens mij wel. Even kijken hoe het ook weer moest. Andersom. Hier moet een redstone. En dan hebben we nog... deze pipes nodig. Die heb je nodig. En wat moet er aan de zijkanten... Oh ja, de copper gears. En nu doe ik iets fout. Maar even kijken wat dat is. Steam dynamo's. Deze bedoel ik denk ik, hoorde denk ik niet bij. Ja,
inderdaad, die horen bij de andere. Zorg even dat we deze bijvullen. Dat we gelijk 2 krijgen. En deze. 2 steam dynamo's. En die moet dan daar. Oh, dat kan er dan niet in, dus dat moeten we dat hier weer doen. Deze moet hier. Die moet daar. En dat ding, dat die 2 die we net hebben gemaakt, daar. Shit. Zo. Gears, daar. En het laatste, maar niet tenminste, dat is die. En dan hebben we dat ding ook gemaakt. En dan gaan we naar ons andere huisje. Want daar staan alle andere onderdelen van de jetpack al. Even kijken. Als het goed is, zitten die in deze trouwens. Oh ja, die moeten eruit gehaald worden. Want dat kan je ook weer alleen 3, 4 in zo'n ding doen. Die hieronder. En wat moet nu daarboven? Oh ja, ik doe deze daar en deze hier. En dan hebben we een Leadstone Jetpack. Dus dat is best wat chill. Die kunnen we aandoen. Even denken hoor. F5. Ja, F5. Ik zat even voor het goede knopje. Zo ziet de jetpack er dus uit. Zeker mooi 3D. Zoals je ziet. Even naar buiten. Oh, dat daaronder ziet er wel raar uit als je in F5 zit. Maar zo ziet de jetpack er dus uit. En dat ding dat ik daar onder heb. Deze. Die chain leggings. Die had ik van een zombie. Die dood was gegaan. En die ik had gekild. En daarna kreeg ik die chain leggings daarvan. Dus dat is wel chill. Hier gaat het zo te zien nu ook wel zijn gangetje. Het wordt er volgens mij. Wordt het er ook al uitgehaald? Oh, het wordt er hier uitgehaald en het valt hier op de grond. Dus dat is niet helemaal. Even kijken hoor. Het valt hier op de grond. Beetje apart, maar dat zal wel gefixt worden. Even kijken hoor. Nu moeten we natuurlijk dus nog een manier gaan vinden om de jetpack te poweren. En Simply Jetpacks heet dit. Oké. En uiteindelijk zullen we natuurlijk deze willen hebben. Maar dan moet je dus elke keer een stap verder. Want dan heb je steeds deze nodig. Dus stel, we zouden deze willen maken. Infer ingot. Ik zou niet eens weten hoe je dat moet krijgen. Oh. Ferrous ingot en iron. En dan krijg je het en dan dit ding maakt. Nou, je kan. Het is elke keer een stap verder. En nu hebben we de basis. En C en F, dacht ik. Dus dan kan je aanzetten en uitzetten. Maar we moeten even kijken hoe we dat opladen. Wat gaat erin? RF. Even kijken hoor. Coal generator, nee. Ik zal eventjes offline na deze episode kijken wat we voor generator of battery cell iets dergelijks nodig hebben. Zodat we deze kunnen poweren en dat we ook echt kunnen gaan vliegen. Dat is super chill. Dan kunnen we heel snel lava en dergelijke halen. En ik ga eens even kijken bij de farm van de trees. Kijken hoe het daar gaat. En ik denk dat de machine die het doet, dus die wagon, doet die het nog? Ik zou alleen niet weten waar die is. Oh, hij is hier. Oh, er zit wel kool in. Dus hij heeft het gewoon heel erg druk. Want hier aan de boven, hij haalt het helemaal van bovenaf naar beneden weg.
Oh, hij heeft Saphir net Golden gedaan. Ik kan wel even kijken of ik erop kan komen eigenlijk. Het ziet er best wel vet uit. Kan ik dat vanaf hier? Kan ik erop klimmen? Ja, vanaf hier. Hij haalt het zo laagje voor laagje. Zoals je ziet, zo haalt hij dan die hele boom weg. En het groeit allemaal in elkaar, dus het wordt één grote boom. Dus hij moet het steeds één voor één weghalen. Daar zijn onze koeien. Daar gaat het ook wel weer zijn gangetje mee. Ik moet trouwens, want volgens mij hebben we één potato of zo. Dus daar moeten we ook nog even een farmpje voor maken. Want potatoes die geven gewoon veel meer voedingsstoffen. Hebben wij hier ergens een ho? Ja, zeker. En een emmer. Hebben wij ook een emmer? Vast wel ergens een emmer. Hier is een emmer. Ik zou inderdaad alleen niet weten waar. Maar nu heb ik hem. Hier. En dan gaan we een apart hoekje maken voor de aardappel. Zo. Hier gaan de aardappelplanten groeien. Zal ik gelijk deze farm even leeghalen. Wat ik misschien ook binnenkort nog wel een keer ga maken is een automatic farm. Maar dat is nog even afwachten. Zo. Oké, dan moeten we die natuurlijk allemaal weer terugplanten. Ik weet niet of er nu in Tekkit tegenwoordig een mod zit die de zaadjes terugplant. Zodat die helemaal automatisch is. Maar dat zou ik wel even op kunnen zoeken. Maar dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. En deze kan ik nu weer gaan fixen. Zo. Oké, die zijn nu dus weer gepland. Die kunnen dus weg. Ik zal even mijn zwaard terugpakken. Ik dacht dat ik mijn zwaard hier. Het zou kunnen dat hij op was. Nou, ik denk dat het geval is. Daar zo ziet die boom er nu dus uit. Hij had eerst alle blaadjes weg. Ik wil aan het huis ook nog wel wat dingetjes aanpassen. Maar wat ik eigenlijk denk ik ga doen, is kijken of we iets van een soort fabriek kunnen maken hierboven. In dit gebouw. Waar het eigenlijk ook voor gemaakt is. Maar wat, dat weet ik nog niet. Laten we eens kijken wat er allemaal voor items nog zijn. Minecart sensor. Even kijken. Al die rare blokken, die kunnen we trouwens gewoon overslaan. Ja, solar power, daar zat ik ook aan te denken. Maar ik weet nog steeds niet hoe het werkt. Even kijken, wat zit hier allemaal voor machines en dingen. Oh wacht, ik ga even kijken hoe die mod heet met waar deze machines van zijn. Thermal expansion. Thermal expansion. Resonant cell. Even kijken. Pulverizer. Sawmill. Wat doet een sawmill? Weten we dat? Wat kan je met een sawmill? Het zal vast iets met hout te maken hebben. Het is zo mijn gok. Misschien dat ik die wel ga maken. Induction smelter. Kunnen we ook maken. Copper ore. Ja, dat is logisch. Dat ook erbij hoort. Oh ja, hier zijn die dynamo's. Ik ga kijken wat de sawmill is. En hoe gaan we die maken? Heel simpel.
Pulverized gold, daar gaan we goud van maken, want die hebben we nodig. Dan gaan we kijken wat de sawmill doet. Het is altijd handig om heel veel... Oh ja, moet ik even wachten tot die gemaakt wordt. Het is altijd handig om veel machines te hebben. Want vaak heb je ze later weer nodig. En dan gaan we ook een axe maken. Iron axe. Die moet daarboven. Kan er natuurlijk weer niet in. Het is echt best wel vervelend dat het er niet allemaal in kan. Die zit in ieder geval goed. Hout. 1, 2. Hebben we ook. Kopper. 1, 2. Hebben we ook. En deze. Goud in het midden. Ik weet niet of we hier nog goud hebben liggen. Ik zit elke keer in de verkeerde ook. Ja, goud. Heel top. Lekker aangegeven. En dan gaan we goud maar even in de pulverizer stoppen. We hebben er maar één nodig en je krijgt er gelijk twee. Dus dat is chill. Je kan de rest pakken als je wil. Ik laat de rest liggen. Wat was het ook alweer? Sawmill. Nee, niet voor deze. Die heb ik al. Oh ja. Glas. Heb ik nog genoeg iron bij me? Nee, ik moet nog 2 iron hebben. Maar ik pak wel gewoon wat alles dat hier ligt. En dan kunnen we het, als het goed is, zo op deze manier. Ja, dan hebben we die ook. Dan moeten we al deze dingen er weer uithalen. Omdat het er niet... Omdat die X er weer niet in kan. Deze hier. Kopper daar. En dan hebben we een sawmill. En ik weet niet hoe om ik hem moet plaatsen eigenlijk. Maar voor mij kan je dat ook wel aanpassen. Heeft hij nog Leadstone Energy Conduit? Waar zit bij hem de rode? Als ik... Even kijken hoor. Ik moet hem denk ik aanpassen. Dat er aan de achterkant geen... ding meer zit. Maar eigenlijk zou ik het niet weten. Oké, nu heeft hij aan alle kanten niks. Even kijken welke de... Dit is die. Dit is die. Ik denk dat het aan deze kant moet. Dat dacht ik dus verkeerd. Een iron pickaxe. Ja, zo. Wat is dit? Ik zou serieus niet weten hoe ik deze nu moet poweren. Van boven? Van onderen? Kan dat ook eigenlijk? Weet ik niet eens. Want ik denk dat ik deze hierin moet doen. Misschien
dat trouwens gewoon deze uitstaan. En dat ik daarom geen stroom krijg. Ik ben lekker bezig. Oké, dat is best wel chill. En mijn kist zit vol met cobblestone. Dus die moeten we ook weer op gaan ruimen. We moeten ook een ding fixen dat we de cobblestone, als het ware, automatisch in van deze quadruple en triple en quadruple dingen verandert. Dat zou eigenlijk best wel chill zijn. Maar dat moeten we allemaal offscreen doen, want dat is op zich allemaal niet zo moeilijk, maar dat kost wel even wat tijd. Ja, sorry, ik heb er een beetje zootje van gemaakt. Hij krijgt nu dus energie, maar ik vraag me af vanaf welke kant het nu is. Volgens mij vanaf onder. Ja, ik weet dat ik hem moet instellen, maar ik weet niet wat waar. Ik wil hem aan de achterkant hebben. Ja, en dan de achterste rood maken of zo. Configuration. Ik zal trouwens eventjes wat cobblestone smelten, want dan kunnen we deze muur weer gaan fixen. Kijk, dit is echt super handig, want dan hoeven we veel minder bomen om te hakken ook. En we krijgen er sawdust van. Hij is heel makkelijk te maken, dus dat scheelt. Power aan de onderkant kan ook wel weg. Zo. Zo, laten die ingangen nog even zitten. Maar zo wordt het toch wel een pulverized, wat is het? Gold. Ja, ik heb iron voor je. En dit mag je ook. Ik pak het zelf op of niet? Nee. Oké, het wordt weer donker buiten. En de quarry die gaat, zoals je ziet, ook zijn gangetje. Wat ik trouwens vorige keer nog niet had laten zien was volgens mij dat we diamonds hebben gevangen met de quarry. Ja, ik zei serieus diamonds gevangen. maar ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat even een like achter. En de volgende keer gaan wij fixen dat de jetpack gaat werken. Want daar zijn we natuurlijk mee begonnen. En ook gaan we aan de gang met wat meer potatoes laten farmen. Gold en copper. Ja, dat heb ik hier, hier en dit. Nou, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Laat even een like achter. En laat ook nog even in de comments achter welke game jullie willen dat ik ga spelen. Naast Stacked ook nog, want dan heb ik nog een extra serie. En dan zie ik jullie de volgende keer weer voor een nieuwe video. Later.